Ik heb onder andere geweten, toen ze nog de haven van Antwerpen in- en uitvaarden, zijn hier veel schepen tot ontploffing gekomen. En op een zekere morgen zegt mijn vader, wij hadden een boertje wonen achter ons. Zegt mijn vader, verdomme zeg. Die komt van de strand. Dat was direct al toen we op het strand mochten. Hè. Wat is dat te zeggen? Allemaal die zakken op die kar. Een beetje nadien. Nog een keer dat karretje. Mijn vader zegt, ik ga een keer ook kijken. Die zag de ramp oprijden. Hè. Wij noemen dat de hellingramp. En inderdaad, op het strand lag het vol met zakken. En dat waren zakkenbloem. En toen dat geweten werd, waren er natuurlijk verschillende mensen van wat centrum was dat toch anderen, die ook een zak kwamen halen. En dat heeft toch een periode geduurd, want toen zelfs spoelden hun er bakken aan met ravitaillering, chocolade, sigaretten. En er werd zelfs bijna afgevonden worden. Ze gingen, want het was merendeel bij stormweer dat dat aankwam. En iedereen probeerde zo ver mogelijk te gaan om de eerste bij een bak of een zak te geraken. En dat waren provianten, dat waren bijvoorbeeld met cacao, soep, alikom, soldaten, provianten. Ongelooflijk wat er aangespoeld is. En die bloem was puur wit. En natuurlijk, hoe langer dat die zakken in het water lagen, dat heeft een periode geduurd, kwam er daar een korst op. En met die korst open te snijden, was er nog altijd, langs de binnenkant, pure bloem te verkrijgen. Dat was echt avontuurlijk. En de moeite om te zien hoe dat de mensen tegen elkaar opkwamen, opbotsten, om iets te bekomen.